Vuurwerk op de Krom. Laten we hopen dat het ook vuurwerk op het veld gaat worden tussen Katwijk, de thuisploeg, en Excelsior Maassluis. Wat de punten hard nodig heeft in de strijd tegen degradatie. Laatste drie wedstrijden gewonnen van Rijnsburgse Boys, HFC en AFC. Katwijk trouwens de laatste twee wedstrijden verloren. Floor onder andere van Jong Sparta met 4-3. Oh, wat een heerlijke goal! Turay maakt het. En zo komt Excelsior Maassluis vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Heerlijke diepe bal van Wennekers en Turay in minuut 12 met een fantastische pegel. En zo zet hij dus Excelsior Maassluis op voorsprong. De voordeelregel toegepast door Brito Rook. Die raakte de bal overigens wel. Nu Katwijk. Wellicht voor de eerste keer echt gevaarlijk. Doesburg was het met een schot. En Heuvelman kan die bal wegwerken, de verdediger. Dit is de voordeelregel toegepast. Met IJsden. Turay, de man van dat zondagschot van zo even. Langeberg, nou, uithalen, de 2-0. Nee, de Vries red. En zo krijgt Excelsior Maassluis goede kansen in deze wedstrijd. Weer de voordeelregel toegepast. Fonseca. Langeberg, Fonseca. Ja, dit is van te ver. Daarmee verras je de doelman niet. IJsden, oh, wat doe je daar? Dat moet je niet doen. Het is een strafschop en een gele kaart. Duwt daar Janmaat omver. En dit is het buitenkantje voor Suzan met zijn zesde van het seizoen. De routinier aan de zijde van Katwijk. Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor Katwijk. Fenomeen. Veel meegemaakt. Veel gewonnen. En nu dus met een goal. Tweede helft. Met het balbezit voor Katwijk. Veel mensen op de helft van Excelsior Maassluis. Er zijn wat mensen voor, zoals hier. Het zou zomaar zijn tweede kunnen zijn van de dag. Goed voor de man gekomen, Turay. Speelt een goede wedstrijd. En Excelsior Maassluis is eigenlijk herboren. Ja, punten kweken en halen. Kweek vertrouwen natuurlijk. Dit is van te ver. Weer slordigheidje, de opbouw bij Katwijk. En uit de tweede lijn ineens geschoten. Daar moet je wat geluk mee hebben. Het is Langendijk. Bij Sparta debuteerde het ooit in de betaalde voetbal. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Hoekschop voor Katwijk. Afvallende bal, ineens geschoten. Kok met het schot. En de Vries met de redding. Dit is geen Hens. Goed. Doesburg. Sinteur loopt door. Sinteur ontsnapt daar aan de bewaking van Derks. En het ligt helemaal open bij Excelsior Maassluis. Doelman van de Klei kansloos. En de 2-1. Gescoord door een verdediger notabene. Dit is een snelle vrije trap. Daar Fonseca. Turay. Derks. De aanvoerder. Derks nog steeds. Dit is een lekkere steekbal. Turay doorgelopen. Nou, Derks. Derks doet hij het. Derks, de routinier. Nee. Via een speler van Katwijk verdwijnt de bal in de handen van doelman De Vries. We zitten in de extra tijd. Excelsior Maassluis. Met Davon Seca. Nog één keertje. Hij hoeft maar één keer goed te vallen voor een resultaat bij Katwijk. Nog een keertje. Davon Seca. Door blijven voetballen. Niet de bal erin pompen, want dit is makkelijk te verdedigen bij de tweede paal. Te scherp. En zo verliest Excelsior Maassluis met 2-1 bij Katwijk.